Een heel belangrijk onderwerp waar we zeker niet dagelijks bij stilstaan. Vooral de mensen die nog het geluk hebben dat ze nog in goede gezondheid leven. Ik ook, mag ik hopen. Is de verzekeringspolis. Want ja, Nederland wil zich zo liberaal mogelijk voordoen. Hè, van wij zijn zo innovatief. Van alles mag je zelf kiezen en het is allemaal in het voordeel van jou. Totdat je inderdaad eens getroffen wordt door een ziekte of in wat minder leuke gevallen een blijvende, heel ernstige ziekte. Waardoor waarschijnlijk heel veel kosten mee gemoeid zijn. En laten we eerlijk zijn, wie kijkt er dan nog eigenlijk naar zijn ziektekostenpolis van ben ik genoeg en wel verzekerd? Wat kan dat inhouden? Nou, dat betekent dus dat de verzekeringsmaatschappij waar jij bij bent aangesloten, het contract mee bent aangegaan, eigenlijk bepaalt welk ziekenhuis jij moet en of dat nou in jouw voordeel is of niet. Dat maakt niet uit. Hun zeggen bijvoorbeeld, ik heb met dat ziekenhuis een contract afgesloten en dan moet jij er maar naartoe gaan. Hoe je dat doet, kruipend, weet ik, voor wat extra kosten makend, dat maakt ze niet uit, want hun zijn waarschijnlijk goedkoper. Het voordeel voor de verzekeringmaatschappij eigenlijk. Belachelijk, schandalig, maar het is niet anders. We gaan wat dat betreft steeds meer richting Amerika. Wie geld heeft, heel veel geld, die kan goed voor zichzelf zorgen. En de minder bedeelden, ja, die zoeken het maar uit of die kunnen hun zorg niet goed inkopen. Radar heeft daar eigenlijk een heel goed onderstukje over gemaakt. Van let even op je verzekeringspolissen. En wat denken waarschijnlijk heel veel mensen? Nou, ik heb het even doorgelezen. Dat is helemaal in orde. Dat is zelfs dik in orde. Nou, vergeet het maar, want vaak sterft het van de kleine lettertjes. En ja, dan zit je natuurlijk met een hele hoop ellende. Probeer het woord eens te onthouden. Het is te belachelijk voor woorden dat dat onder een wetsterm is gegooid. Maar het hinderpaalprincipe, het hinderpaalwetgeving. Nou, de naam zegt het al en je denkt al gauw, moet ik dat serieus nemen? Hinderpaalcriteria. Wat houdt dat in principe in? Stel je voor, je hebt een budgetverzekering afgesloten omdat je gewoon niet meer kan betalen, maar je wordt toch getroffen door een ziekte. Blijf je volgens de algemene wetgeving natuurlijk wel het recht houden op de zorg van de arts die jij gekozen hebt. En dat heel veel verzekeringsmaatschappijen zich daartegen verzetten, dat is hun probleem. Want als jij je daarop beroept, het hinderpaalprincipe, ja, wat zegt die dan vaak? Van ja, nee, dat kan niet, dit en dat. En waarom zeggen ze dat? Omdat ze zelf daar nooit van gehoord hebben. Daarom probeer het te onthouden. Beroep je er ook op. Het hinderpaalcriteria. Want het betekent gewoon in eenvoudige woorden dat als jij door een ziekte getroffen wordt, dat niks een hinderpaal mag vormen voor jouw vooruitgang, voor jouw genezing. En dat dan meer als 75% gewoon vergoed dient te worden door uw verzekeringsmaatschappij. Dat uw verzekeringsmaatschappij u daar natuurlijk niet op attendeert, dat staat als een paal boven water. En als u dan toch even denkt, ja, ik wil het eventjes goed bekijken en ik wil me goed laten voorlichten voordat u misschien getroffen wordt, of een geliefde van u natuurlijk, kijk even naar het hinderpaalprincipe, want die verzekeringsmaatschappijen, ja, dat schijnt nog erger te zijn dan de ziekte waardoor u getroffen wordt. Want mensen oplichten en mensen geld afhandig maken die eigenlijk meer aan hun hoofd hebben, ja, dat staat als een paal boven water. Maar de enige paal die u misschien kan helpen is dus het hinderpaalprincipe. Ik zou zeggen, onthoud die naam, zoek het even op en anders kijk even het programma van Radar. Dat is geloof ik op de 16e geweest, op een zondag. En daar kunt u heel veel informatie uithalen.